geheime posities in Google. Elke website bouwt gaandeweg door de tijd heen waarde op. En die waarde zorgt er uiteindelijk voor dat je ook gaat scoren op zoekwoorden waar je waarschijnlijk nog niet eens weet van hebt. En het mooie daarvan is, stel dat je dus nu al posities hebt gewonnen in Google. En ik zal je straks ook later in deze video laten zien hoe je daar dus daadwerkelijk achter komt. Maar stel dus dat jij op zoekwoorden nu al scoort zonder dat je daar weet in hebt. Doordat je er nu nog geen weet van hebt, wat gebeurt er dus wanneer je dus, als je eigenlijk nu al onbewust scoort, bewust gaat scoren? In deze woensdag gemakdag aflevering laat ik je dus zien hoe wij dus niet alleen maar op 1 of 2 of soms tientallen, maar op honderden tot soms wel duizenden zoekwoorden tegelijkertijd scoren. En hoewel dat als een of andere hoge, mooie, wiskundige techniek klinkt, is het eigenlijk vrij simpel. Je controleert. Waar score ik nu al op? En je past de juiste SEO-technieken toe die ik je allemaal in deze aflevering laat zien. Stel dat we dit artikel nemen. We hebben een prachtig artikel gemaakt waarbij we eigenlijk een hele verzameling van websites hebben, kaart hebben gebracht. Op één pagina hebben gezet. Dat zijn allemaal afbeeldingen die jij op je blog, op je website of waar dan ook in welke uiting gratis kunt gaan gebruiken. Er wordt enorm veel gezocht op dit soort relevante zoekwoorden. Maar stel dat ik deze pagina nu zou pakken. Dus ik pak de link die je hier ziet staan. En ik gebruik bijvoorbeeld Ahrefs of SEMrush. Ik zou eerst SEMrush gebruiken, dus semrush.com. Dan zie ik hier dat ik al 89, dus op 89 zoekwoorden tegelijkertijd score. Dus ik score op gratis afbeeldingen, mooie afbeeldingen, afbeeldingen zoeken, rechtenvrije afbeeldingen, gratis plaatjes, rechtenvrije foto's. Controleer ik deze posities en mijn gewonnen posities dan ook even via Ahrefs, dan zie je dat Ahrefs zelfs 126 zoekwoorden teruggeeft. Ik zie dat ik dus nu al score op afbeeldingen, waar dus volgens Ahrefs 124.000 keer op gezocht wordt. En ik score daar nu al op 9. Gratis afbeeldingen, score ik op 6. Afbeeldingen zoeken, score ik op 47. Hoe gebruik je vervolgens deze data om uiteindelijk je eigen pagina beter te optimaliseren? Je gaat dus vanuit het zoekwoordoverzicht, dus zoals je dat hier ziet, dus alle zoekwoorden. Kijk van, wat zijn kopjes, dus zoekwoorden, waar ik eventueel dus nu al wel op gevonden word, maar ik eigenlijk nog niet zo echt benoemd heb in mijn artikel. Dus stel dat ik hier zeg afbeeldingen zoeken, dan ga ik hier weer terug naar die afbeelding, in mijn blog, en ga kijken, dus dat kun je heel gemakkelijk doen met Ctrl-F, zoeken. Ik zie hier dat ik afbeeldingen zoeken al in één kopje heb verwerkt. Hier heb ik ook nog zoeken staan. Zoeken. Ik zie eigenlijk door deze hele pagina heen geen enkele tip of aanvulling over hoe kun je nu afbeeldingen zoeken. Dus ik zou er wijs aan doen om dit artikel verder aan te vullen met dus bijvoorbeeld een kopje 5 tips om afbeeldingen te zoeken. Heel gemakkelijk om het artikel vervolgens aan te passen. Dus je kijkt hier op welke zoekwoorden score ik nu al, zonder dat je daar misschien weet van had. En hoe kan ik mijn eigen artikel dus verder aanvullen met deze informatie? Heb je dat gedaan? Dan geef ik je nog een andere tip waarin ik in een eerdere woensdag gemakdag aflevering al over gehad heb. Ik raad je ook aan, als je dit interessant vindt, abonneer je, like en geef even je reactie, zodat je ook voortaan dit soort tips automatisch in je mailbox ontvangt. Die techniek gaat namelijk over doorsturen van interne waarden. Ik zal er niet heel veel in uitlichten. Maar waar het eigenlijk om gaat, elke pagina op het internet bouwt waarden op. En via deze techniek stuur je eigenlijk waarden van pagina A door naar pagina B. Nou, hoe je dat heel gemakkelijk kunt doen, is dus via de interne link optimalisatie. Dus dan ga je eigenlijk van de ene pagina naar de andere pagina linken. Stel, ik zou dus vanuit mijn eigen website, dus imgemak.nl, wil ik nieuwe linkjes, dus meer waarde doorsturen, naar de afbeeldingenpagina. Dan typ ik hier het zoekwoord in dit geval afbeelding, site
www.imgemak.nl. Dus dan vraag ik naar Google van geef me alle artikelen die in verband worden gebracht met afbeelding. Nou, ik zie hier dat het artikel al terugkomt, maar ik zie hier ook iets staan over afbeelding. Stel, ik zou deze blog bezoeken. Dan kan ik hier kijken, wordt er al intern gelinkt? Nou, ik zie hier onderaan tip, zie hier een complete lijst met gratis afbeeldingen. Nou, zo ga ik eigenlijk al deze, als ik weer terug ga, al deze linkjes langs en kijk of dat het relevant is en interessant voor mijn bezoekers. Om dus via een intern linkje door te linken naar de nieuwe pagina. Doe dit op een slimme manier, dan zijn die posities straks niet eens meer geheim. Maar zul je ook zien dat je steeds verder gaat klimmen in de zoekresultaten van Google. Nou, nogmaals, vond je dit interessant? Klik ergens op abonneren en subscribe, zodat je de volgende tips ook weer ontvangt. Heb je vragen, suggesties voor een volgende aflevering? Laat wat van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering.